Danny Hazenbroek speelt in het rood voor FC Utrecht. Frank van der Slot in dat prachtige gestreepte shirt voor Sparta. Maar dat draagt hij in deze wedstrijd niet. Want dit is het uittenu van de Rotterdammers. Utrecht opent sterk met Arturo Vidal. 1 tegen 0. Maar Sparta, Frank van der Slot, heeft gekozen voor Cristiano Ronaldo. En dat is altijd goed voor doelpunten. 1-1. En Frank heeft ook Luis Suarez, de paas van Bale, de intikker van Suarez. Maar die tellen ook 1 tegen 2. Dan gebeurt er lange tijd niets tot een minuut of 10 voor tijd. Ruim 10 minuten voor tijd. Vidal paast. En de score is van Cristiano Ronaldo. Sparta op voorsprong 1-3. En Sparta gaat deze wedstrijd ruim winnen. Want het heeft ook nog die dekselse kleine Dries Mertens. 1-4, dat is de eindstand. Winst dus voor Sparta, winst voor Frank. Na lange tijd Slotta weer gewonnen in de E-divisie. Hoe voelt deze overwinning? Superlekker. Tegen Danny Hazenbroek van FC Utrecht, die het hoogste genoteerd staat op de ranglijst die zich gekwalificeerd heeft voor de Manchester Regionals. Dus dat is de beste PlayStation-speler in Nederland op het moment. Dus, en als ik daar dan 4-1 van win, laat het toch zien dat ik het wel degelijk kan tegen de betere tegenstanders. Ondanks dat ik natuurlijk wel een beter team had. Het moet wel gezegd worden, hij zat niet met zijn originele team, want hij is ook van origine PlayStation-speler en speelt op de Xbox. Maar ik heb goed gespeeld, ik had weinig kansen tegen, scoorde veel en ik bleef gefocust. Dus ik denk dat ik heel tevreden mag zijn met het resultaat. Volgende week tegen PEC Zwolle, ga je dan ook weer zo sterk verdedigen als je nu gedaan hebt? Volgende week tegen PEC Zwolle verwacht ik dat het een hele leuke wedstrijd gaat worden. Omdat ik tegen Stefan speel, een vriend van mij. En ik verwacht daar gewoon de 3 punten. Zeker ook omdat we op Sparta eSports hebben gezien hoe je moet verdedigen. Dus ik verwacht weinig tegendoelpunten. Veel goals te maken. En uiteindelijk gewoon met de 3 punten naar huis te gaan. Succes. Dankjewel.